Dames en heren, toen ik mentor was op het Heerbeek College, had ik Job in de klas. En Job, die had last van dwangneuroses. En ik wist zelf maar amper wat het was. Ik dacht dat iemand dan 37 keer het licht aan en uit moest zetten. Of dat hij, er zou ook sprake zijn van tics. Dus dat hij misschien gek met zijn hoofd zou schudden of zou schelden bijvoorbeeld. Hè. Maar het was toch wel iets complexer dan dat. Job die vertelt hoe de dwangneuroses zijn leven hebben beheerst en hoe hij het nu onder controle heeft. Applaus voor Job, alsjeblieft. Ja, stoer van jou, Job, dat je hier zit. Dat kunnen wij heel erg waarderen. En dan ook nog het spits afbijten, geweldig. Ja. Kan je kort uitleggen wat een dwangneurose of dwangneuroses zijn? Nou, een dwangneurose is eigenlijk een storing in je gedrag, waardoor je... Je hebt zeg maar dwanggedachten en dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn vaak negatieve gedachten die jou doen twijfelen aan de werkelijkheid en die jou op het verkeerde spoor proberen te zetten. En die gedachten veroorzaken heel veel onrust in je lijf, waardoor je eigenlijk niets meer anders denkt van ik moet dit doen. Er is een hele sterke drang om die gedachten weg te krijgen door middel van een handeling. En die handelingen kunnen van alles zijn. Die uiten zich in controledwang, smetvrees. Maar ook andere dingen, tellen, tikken, teruglopen, herhalen, dat soort dingen. Echt best wel breed scala en verschillende varianten daarop. En ja, die onrust die wordt zo hoog dat je dat eigenlijk gewoon niet kan laten om dat te doen. En daardoor belemmert het bij mij wel echt degelijk mijn leven. Ja, want wanneer begon dat bij jou dan? En wat merkte jij? Het begon bij mij denk ik rond mijn 13e, 14e, de tweede van het middelbare. En ik merkte eraan dat ik dingen opnieuw moest doen. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment had ik meerdere t-shirts aan. Omdat op het moment dat ik een t-shirt aandoe, dan krijg je negatieve gedachten. En die veroorzaakt heel veel onrust. En daar word je heel bang van. Waardoor je nog een t-shirt aan moet doen. Op een gegeven moment had ik 7 t-shirts aan. En wat voor negatieve gedachten had je dan? Dat er iets ergs zou gebeuren. Met mij of met iemand om me heen. Ja. Oké, dus jij doet een t-shirt aan. En jij denkt? Ik denk, nou, er gebeurt iets met bijvoorbeeld Osman of iemand of met mezelf. Of er gaat iets ergs gebeuren, maar dan niet duidelijk wat, maar gewoon heel hele sterke angst. Ja. En dan hoefde dat shirt niet uit, dan ging er een andere overheen? Ja, okay. Om het te herhalen, want iedere keer, dan doe je dat dus nog een keer. En op dat moment dan voelt het nog niet goed en je doet het eigenlijk totdat het een beetje goed voelt, dat je weer verder kan met je... ding waar je mee bezig was. En merkte dan mensen ook in jou, bijvoorbeeld jouw ouders, hadden die dat in de gaten? Nou, op een gegeven moment wel natuurlijk, want dat valt op als je dingen opnieuw begint te doen. Maar ik heb het wel lang ook zelf verborgen weten te houden, ja. Wat merkten zij bijvoorbeeld aan jou? Nou, dus dat ik een verstoord gedrag vertoonde, dus dingen die niet normaal zijn als het ware. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Bijvoorbeeld op school mijn kluisje 7 keer dicht doen, open en dicht, open en dicht. Dat vielen mensen op. Teruglopen om opnieuw over een lijn te stappen, omdat ik op dat moment ook een negatieve gedachte ervaarde. En die moest ik dan weer opnieuw beleven, als het ware. Ben jij er ooit mee gepest? Dat niet. Maar ik voelde wel dat iedereen wel me aankeek. En dat er over mij gepraat werd. Dus dat, of zeker op die leeftijd, en dat is wat ik nu nogal moeilijk vind om te ervaren, of om te verdragen, is dat ik toen, hoe dan ook, die dingen moest doen, het was zeg maar de schaamte voorbij. Het maakte me niet uit wat mensen zouden vinden, okay. Of hoe mensen daar aan zouden kijken. Of, terwijl je al in een moeilijke periode zit, je zit natuurlijk al in je puberteit. Mm-hmm. En je maakt je al zorgen over, nou, wie ben ik, wat wil ik, waar houd ik van, dat soort dingen. En dan komt... En als dat allemaal niet echt wil lukken, dan komt het terug in de vorm van iets wat wel goed moet lukken. Perfectie en zo, ja. Hey Job, wanneer was jij iets niet deed of iets niet had gedaan? Dus je hebt zo'n negatieve gedachte. Je denkt, ja, ik moet 7 keer mijn kluisje open en dicht doen. Hè? Of ik weet nog dat jij bij mij in de klas zat en dat je dingen aan moest gaan tikken. Ja. Dan stond je op en dan liep je naar buiten en dan tikte je nog een keer op het tassenrek, weet ik. En dan, weet je, en dan lieten we dan, we lieten ook gewoon vooral gaan. Maar wanneer was je dat niet deed? Als ik dat niet deed, dan werd ik daar heel onrustig van. Ja, daar heb je ook een voorbeeld van, hè? Ja, dat fietsen. Ja? Ja, ik ben wel, dat weet niemand van mij, denk ik. Dat ik
een dag reed ik door de poort van school naar huis. Maar op het moment dat ik door die poort reed, kreeg ik een negatieve gedachte. Ik was helemaal thuis, dat knaagt aan je. En dat heeft mij doen om nog een keer terug te fietsen naar Best. En opnieuw door die richting die poort te gaan. En dat twee keer op rij, totdat je eigenlijk fysiek echt moe bent. En dat weten we niemand eigenlijk. Dus voor de duidelijkheid, jij was van Best naar Oosterbeers gefietst. Je had zoveel onrust in je lijf. Je denkt, ik moet nog een keer door die poort. Ik moet die poort nog een keer aantikken. En je fietst terug van Oosterbeers naar Best om dat te doen. Ja. Jeetje. Heftig, man. Ja. En dan kwam er in jouw puberteit ook nog een smetvrees bij. Ja. Hoe zag dat eruit? Dat uitte zich in handen opwassen tot aan de kloven toe. En ook op zich wel steeds verder je armen. En dat je denkt op een gegeven moment, het voelt nou helemaal niet meer schoon. Ik ga alweer in de douche. 3 keer per dag douchen. Mijn kleren wassen. Meermaals dat ze ook gewoon slijten. De badkamer was helemaal blank. Er lagen handdoeken. Eigenlijk de ene ruimte die ik met mijn ogen schoon was, was mijn eigen slaapkamer. En daarbuiten vond ik alles vies. En was het ook schoon, Job? Nee, want eigenlijk juist mensen met een smetvrees, die maken er juist een puinhoop van. Dus... Ja. Oh ja. Ja. Dus in jouw smetvrees maakte jij gewoon een teringzooi van je kamer? Ja. Ja. Klopt. Maar je bent ervoor in therapie gegaan, je hebt hulp gekregen. Ja. Hoe zag je eruit? Ik ben naar Venray geweest, de kliniek voor Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen. Mm-hmm. Die hebben mij exposures laten doen, dus je angsten opzoeken. Ik moest op een gegeven moment aanraakrondjes doen. En dan moest je klinken aanraken, stoelen, daar begon je mee. Want dat vond ik al een hele stap. En vervolgens steeds moeilijker maken dat je op een gegeven moment ook echt de volledige smerigheid in moet. En dus met je hand in de wc-pot, dat soort dingen. Oh. Om te ervaren dat je inderdaad vies wordt en dat er eigenlijk niks gebeurt. Dat is gewoon de therapie, als het ware. Ja, wat zien we hier op deze foto? Ja. Nou, dat ben ik aan het doen. Ja. En moest je ook... Zat er ook nog iets in? Had je eerst gepoept en niet doorgespoeld bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Gelukkig niet. Nee. Maar dit was niet het enige. Je moest dus je hand in die pot en vervolgens moest je dus met diezelfde handen in je koffer graaien. Om alles maar te vermengen met elkaar. Dus het lijkt heel vies en eng, maar het valt eigenlijk uiteindelijk mee. Want ik sta nog overeind en ik heb het overleefd. Ja, dus. Ja, goed man. Ja. 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 En waren er nog meer dingen die je moest doen buiten dit gehoorige kwijtje? Wel veel dingen. Ik was ook op een gegeven moment bang voor glas en schoonmaakmiddel. Dat het in mijn oog zou komen en blind zou worden. Ja, je maakt jezelf echt helemaal gek op een gegeven moment. Dus moest ik glas kapot gooien, oprapen. De poetskar moest ik aanraken. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment een schoonmaakster in de kliniek in mijn slaapkamer mijn wastafeltje had schoongemaakt. Dat ik zelf helemaal lyrisch daarvan werd. Ik dacht, ja, maar dit is helemaal niet fijn. Dat was mijn schone plek. Ja. En dus ben ik met het huisoverleg heb ik dat aangekaart, dat ik dat absoluut niet vond kunnen. Maar zij met alle goede bedoelingen heeft ze dat natuurlijk willen doen. Ja. Maar je maakt jezelf, je gelooft je eigen zintuigen niet meer. Hoe gaat het nu? Nu gaat het wel goed. Als in, je ziet het niet meer zo, maar ik heb niet meer die handelingen. Maar wat ik wel heb, is dat ik, het zal nooit weggaan. En ik heb nog wel soms druk in mijn hoofd, piekeren. Ja, dat blijf ik wel houden, denk ik. Ja. Maar dat komt ook wel goed. Hey, en we zagen net een heel korte foto. Je hebt ook nog met geiten moeten knuffelen. Dat was hartstikke vies. Ja, heel vies. Ja. Heel geiten. Hey, en als je nou, weet je, een zaal vol mensen. En ik sprak jou van tevoren. Je zei, ik vind het wel belangrijk dat die zaken een podium krijgen. Wat is er dan belangrijk om mee te geven? Ja, mochten mensen iemand kennen of zelf last hebben van OCD. Obsessive Compulsive Disorder. En dan zou ik aanraden om gewoon het bespreekbaar te maken. En ook degene in de omgeving aanraden dat ze niet daarover moeten overoordelen. Je moet die gedachtes in hun waarde laten. En het zijn maar gewoon gedachtes. En die gedachtes uitdagen. En ook dus zelf die angst opzoeken. Want angsten zijn eigenlijk maar gewoon illusies. Wat een prachtige afsluiting. En wat stoer dat je hier zat. Een groot applaus voor Job. Dank je wel. Super gedaan. Goed jongen. Dank je wel. Ja.